Wanneer ik aan het schrijven ben, is het belangrijk voor me om uit mijn comfortzone te stappen. Iets nieuws vinden en dat durven vieren. Ik ben altijd aan het creëren. Schrijven is mijn therapie. Mijn songs zijn dan nog vaak autobiografisch. Maar ze worden ook van iemand anders als diegene er iets uithaalt wat voor die persoon waardevol is. An artist's duty is to reflect the times, zei Nina Simone. Soms is een song meer dan een persoonlijk verhaal en kan je iemand die geen podium heeft, een stem geven. Dit is mijn rhythm.